En Hans, heel veel mensen kennen jou. Maar leg even uit wat je hier in de Bethlehem kent aan doen vanavond. Ik repeteer hier met mijn koor Les Chantres. Dat doe je al een tijdje, Hans? Dat doe ik al 25 jaar. Ja, 25 jaar geleden, precies deze maand ook, ben ik begonnen met Les Chantres. En wij repeteren hier in deze kerk iedere woensdagavond. De reden dat we hier zijn vanavond is omdat er toch wel een klein feestje gebouwd werd. Ja. En dat is dan vanwege welk feit? Dat ik 25 jaar dirigent ben van Les Chantres. Ik ben dit jaar 35 jaar dirigent en daarvan 25 jaar van Les Chantres. Ik begrijp dat je ook nog wel meer koren doet, maar Les Chantres ligt je toch wel na aan het hart als ik het zo beluister. Ja, Les Chantres is na een periode dat ik gestopt was weer mijn eerste koor. Het is een groep mensen die me na aan het hart staan, zeg maar. Het is een soort warm bad waar ik in terecht gekomen ben. Het is een leuke club mensen, ze kunnen goed zingen. Het is een repertoire wat me aanspreekt. En vandaar dat ik er dan ook al 25 jaar ben. Ja. Ik wou net zeggen, want om het 25 jaar vol te houden, met dat zootje ongeregeld wat hier vanavond zo bij elkaar zat, dan moet je toch wel wat energie meebrengen, hè? Ja. Maar dat kost, begrijp ik, normaal gesproken... Kost dat moeite? Nee, dat kost eigenlijk geen moeite. En het zootje ongeregeld wat je vanavond zag, dat is niet, gelukkig niet iedere week zo. Want dan zou het een puinhoop worden, denk ik.